Ja, ik ben bang. Ja, voor de cijfers dadelijk bij de kassa. Dit is autohandelaar Sam van Dalen. Samen met zijn vrouw Sanne, die tekstschrijver is en fotografeert, dochters Do, Vai en niet te vergeten, hond Sophie. Sam vergaarde zijn fortuin met het verkopen van luxe Italiaanse bolides in het hoge segment. Verderop in Den Helder woont de familie Swerts. Het zevenkoppige gezin bestaat uit vader Venus, moeder Mariska en de kinderen Rinus, Nelly, Andrea, Sophia en Johnny. Ik kon een auto kopen wanneer ik wou, ik kon op vakantie wanneer ik wou. Ik had een goed leven. Maar dan slaat het noodlot toe. Venus krijgt in kort tijdbestek meerdere hartinfarct. Hij had een grondwerkersbedrijf. Die heeft hij door zijn gezondheid stop moeten zetten. Ik had een horecabedrijf. Dan probeer je dat nog recht te breien. Dat kan je niet opvangen. En dan zeg je op een gegeven moment, ik moet niet meer willen vechten. Kom maar op met het faillissement, want het houdt hierbij op. Als ze een uitnodiging krijgen, moet je opbellen van ja, sorry. Sophia is ziek, die kan niet komen. Hey, ze is niet ziek. Hey, was te laat met de uitnodiging, nou kan ze geen cadeautje halen. Dus ze blijft thuis. En de kinderen snappen het gelukkig wel. Alleen dat doet misschien nog wel meer verdriet, dat de kinderen snappen dat het nodig is. Komt wel weer goed. Gaan jullie maar. Daar zijn we! Zal ik jou op de grond zetten dan? Zo, ik werd een beetje emotioneel. Ja, dan zie je dat ze met 5 kinderen hier leven. Kijk, voor ons is het prima. Weet je, wij zijn maar met z'n 4. Maar zij zijn met z'n 7. Lijkt me, dan is het volgens mij best ook wel krap. De Zwertjes arriveren ook op hun nieuwe stekkie. Wow. Ina. Dat is een leuk speelgoed. Dat is erg beleefd, hè? Ja, Fietje ziet de schommel. Fietje ziet verder niks, Fietje ziet alleen de schommel. Hè? Beste familie, welkom bij ons thuis. We hopen dat jullie het leuk vinden. Nee. Nou, dat vinden we. We maken gebruik van de voedselbank om rond te komen. We zijn ontzettend blij dat dit bestaat. Lieve gasten, welkom in ons huis en welkom in dit avontuur. Ons huis is deze week voor jullie. We zijn gek op deze plek en voelen ons bevoorrecht dat we hier mogen wonen. In Den Helder gaan ze vast ook opkijken. Ja, de eer. Van het weekbudget. 120. Als je gaat bedenken dat je voor 120 euro met z'n 7 een hele week moet leven. Maar je moet de boodschappen voldoen, je moet van tanken, je moet de kleding van halen. En nou, ik kan zeggen, dan moet je van op vakantie. Maar vakantie kan je dan op je buik schrijven. 200. Ben je nou nog niet klaar? Je telt niet in het is zoveel of zoveel. Je telt in dat is 1 keer week geld, dat is 2 keer week geld, dat is 3 keer week geld. Zo, 1500. Moeder Mariska en haar 3 dochters gaan iets doen wat ze nog nooit gedaan hebben. Naar een luxe haarstylist. Wij gaan normaal altijd bij de voedselbank naar de kapper. Ja, dan kan je niet altijd alles doen. Dus meestal gewoon snel even knippen. De meiden zijn stil van hun nieuwe koets. We zijn allemaal hartstikke mooi. Ja, ik weet het. Ja, maar wij gaan natuurlijk al hartstikke mooi. Dat is waar. Je bent voor jezelf wel heel mooi, maar dit maakt het wel af. Appels, zacht. Kijk, actie. Veel actie. 2 euro voor appels per graad. 2 euro. Ja, dus er moet eentje af. Ja. Het lijkt me heel moeilijk, heel zwaar en vooral met kinderen. En daar weet het zevenkoppige gezin Zwerts alles van. Paris, echte koffie. Wat gelukkig! Dan word ik weer vrolijk wakker. Wordt het 148 euro fit? Jeetje, dat is heel veel. De Zwertjes gaan langs bij de moeder van Sanne. Geld is handig, maar je koopt geen geluk met geld. Je koopt geen gezondheid met geld. En dat geldt voor Sanne en Sam ook zeker. Vai werd geboren en dat noemen ze dan een stortbevalling. Toen was het nog heel spannend, want de organen hadden zo'n optater gehad van die slechte start. En bovenop al deze problemen krijgt Vai daarna hersenvliesontsteking. Van tevoren verwacht je dat je in een wereld van verschil leeft. Dat eigenlijk alles anders is, ook in de manier van denken en doen. Maar er zijn een hele hoop overeenkomsten. Ook in de manier waarop we met de kinderen omgaan en de dingen die hun belangrijk vinden. Als autohandelaar kan Sam de kapotte autodeuren niet uit zijn hoofd zetten. Hij heeft iets bedacht. Zouden wij met die auto bij jullie langs mogen komen? En is er dan een monteur die misschien een uur eraan wil besteden om even naar die sloten van die deuren te kijken? Tuurlijk wil ik helpen. En terwijl de monteurs meteen aan de slag gaan, verrichten vader en dochter een tegenprestatie.
Zullen we dit samen doen, Do? Deze heb je nog nooit gebruikt. Goed geregeld. Graag gedaan. En we blijven maar even in de auto's. Want Venus gaat met zijn mannen iets doen wat al heel erg lang op hun verlanglijstje staat. Hij vliegt nog wel eens de bocht uit. Dan hebben ze er behoorlijk werk aan. Vandaag gaan rijk en arm elkaar ontmoeten. Wij wisten niet dat er zoveel mensen in een moeilijke situatie zitten in Nederland. Je vriendenkring bestaat eigenlijk ook alleen nog uit mensen die in dezelfde situatie zitten, omdat hun jou begrijpen. Ja. Daarin ga je zelf ook een heel ander beeld maken van de andere kant, zeg maar. Ja, ja. Want je denkt van ja, mensen die veel geld hebben, die lopen om ons heen. Ja. Terwijl je eigenlijk onbewust het zelf... Ja, hetzelfde doet. Ja. Nou ja, wij willen wel heel graag vrienden met jullie worden. Hey, dankjewel. Wij ook graag met jullie. Nou, dat is dan geregeld.